gezin op Urk dat gisterochtend vroeg werd opgeschrikt door een vuurwerkbom kan voorlopig niet terug naar huis. Waarnemend burgemeester Ineke Bakker is geschokt. Als je ziet wat de impact dat heeft gehad op het gezin en op de omgeving. En wat er had kunnen gebeuren, het is nu bij materiële schade. Maar tegelijkertijd is natuurlijk een gezin onvoorstelbaar geschrokken. Drink water. Dat is in het korte boodschap bij middelbare school Het Perron in Dronten. In de kantine is vanmiddag een watertappunt geopend. En de scholieren proberen de komende week de frisdrank te laten staan en uitsluitend water te drinken. En we blikken terug op 5 jaar woongroep Calypso in Almere Poort. Daar wonen jongeren met een verstandelijke beperking. Bewoner Jeroen is er één van. Hij bereidt graag het avondeten voor de hele groep. Tomaten, komkommer, sla. We hebben wel nog sla richting straks. Het is maandag 4 november. Dit is Flevoland. Goedenavond. Het huis op Urk, waar zondagochtend vroeg een vuurwerkbom ontplofte, is voorlopig onbewoonbaar. De explosie die volgde na de aanslag met het zware vuurwerk heeft veel schade aangericht. Gewoon onvoorstelbaar dat zoiets kan gebeuren. Als je ziet wat de impact dat heeft gehad op het gezin en op de omgeving. En wat er had kunnen gebeuren, het is nu bij materiële schade. Maar tegelijkertijd is natuurlijk een gezin onvoorstelbaar geschrokken. Bakker heeft de getroffen familie met 2 jonge kinderen inmiddels gesproken. Het gezin probeert de draad weer op te pakken natuurlijk. Kinderen zijn ook weer naar school gegaan. Maar er moet natuurlijk van alles nog wat geregeld worden. En er moet ook ruimte zijn om van de schrik te bekomen en te verwerken toch wat er is gebeurd. Het heeft wel heel veel impact. De eerste nacht zijn de bewoners opgevangen in de wijk. In overleg met de verzekering wordt nu gezocht naar een woning waar het gezin tijdelijk kan worden ondergebracht. Want teruggaan naar het zwaar beschadigde huis, dat kan voorlopig niet. Het heeft een enorme luchtdruk veroorzaakt in het huis. Waardoor ook zelfs de achtergevel, we zien allemaal beelden van de voordeur. Maar ook de achtergevel en de tussendeuren en boven zijn de deuren ontzet. Dus daar moet echt het een en ander gebeuren voordat de bewoners weer terug kunnen naar hun huis. Dat maakt wel duidelijk dat het hier om echt heel erg zware vuurwerk ging. Vuurwerkbom die daar niet per ongeluk terecht is gekomen. Die is daar moedwillig neergelegd. Wat is er inmiddels duidelijk over de toedracht? De politie is op het ogenblik met een onderzoek bezig. Inderdaad, het heeft er alle schijn van. Die mensen hebben het zelf niet gedaan. Dat opzettelijk daar is afgeleverd. Door de brievenbus waarschijnlijk is gegaan. Maar de politie is op dit moment nog volop met het onderzoek bezig. Naar aanleiding van de aanslag met de vuurwerkbom overlegt de burgemeester met de politie of er extra maatregelen genomen kunnen worden in verband met illegaal vuurwerk. En we willen ook nog eens eventjes met elkaar gaan kijken op welke onderwerpen wij ook als gemeente, misschien door extra BOA's in te zetten, dit soort dingen kunnen voorkomen. De politie heeft nog geen dader of daders in het vizier. Kinderen drinken te veel. Te veel frisdrank bedoel ik dan. Het zou beter zijn als kinderen wat vaker water drinken. En om dat te stimuleren kan je op middelbare school Het Perron in Dronten sinds vanmiddag water tappen in de kantine. 3, 2, 1. Daar is hij dan, het watertappunt op schoollocatie Het Perron in Dronten. De tap komt van het JOG, Jongeren op Gezond Gewicht. Een organisatie die valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uit de tap stroomt gratis koud water. En de hoop is dat kinderen door dit tappunt minder frisdrank gaan drinken. Met het drinkwaterproject proberen wij jongeren zoveel mogelijk water te laten drinken. Zodat ze zoete drankjes iets minder gaan gebruiken. Waardoor het natuurlijk allemaal iets gezonder wordt. De school Het Perron in Dronten werkt er graag aan mee. We vinden het belangrijk dat er een gezond alternatief wordt aangeboden. Dus in onze leerlingkantine hebben we al goud als voor de gezonde schoolkantine. En nu met het watertappunt wordt het voor ons compleet en is er een goed alternatief voor onze leerlingen om ook qua drank gewoon een goed alternatief te hebben. Om het tappunt aan de grote klok te hangen worden door de school bidons uitgedeeld. Je mag water drinken in de lessen, mits je het wel in een afgesloten bidon doet. Dus die bidons die worden nu uitgedeeld in de school en hopelijk gaan ze ze heel goed gebruiken. En er is een challenge. Wie houdt het vol om 7 dagen lang alleen maar water te drinken? Inge Roos doet mee. Vind jij water zo lekker?
Nou, lekker vind ik het, kan ik het niet noemen, maar ik vind het ook niet vies of zo. En ik kan het gewoon drinken. En ja, als ik dorst heb, pak ik ook meestal water. Maar of haar schoolgenoten dat ook doen of gaan doen, dat wordt een uitdaging. Vind jij water lekker? Nee. Vind jij water lekker? Nee, niet echt. Nee. Wat is er niet lekker aan? Het smaak aan. Maar wat wil je dan? Energy. Dat wil ik het liefst. De weg naar gezond gedrag vraagt een lange adem. En dat weet het joch ook. Maar de campagne is er ook niet voor de leuk. 1 op de 7 kinderen heeft overgewicht. Dus het is ook wel echt iets waar we iets aan moeten doen. En nog steeds belangrijk. En kinderen zijn natuurlijk wel onze toekomst. Dus we moeten jong beginnen om hun als volwassenen ook gezond te hebben. Dus vandaar dat wij ook zeker op scholen actief zijn. Verloskundige praktijk NOP Lemsterland, dat actief is in Noordoostpolder en Urk, biedt nu ook kraamzorg aan. Het bedrijf denkt dat de kwaliteit van de zorg beter wordt als de verloskundige en de kraamverzorger elkaar kennen en samen een team vormen. Wij willen eigenlijk hele goede kwaliteit van zorg, geboortezorg, hier neerzetten in de Noordoostpolder, maar ook in Lemsterland. En nu is dat best wel wat versnipperd, de kraamzorg. Je hebt best wel veel organisaties op dit moment. En wij willen dat eigenlijk weer heel dicht bij huis. Dus wij willen weer kraamzorg om ons heen hebben. En echt de kraamverzorgenden die hier wonen in de Noordoostpolder, in Lemsterland, die zich eigenlijk bij onze kraamzorgorganisatie kunnen aansluiten. Zodat je eigenlijk hele korte lijntjes hebt. De organisatie wil dat verloskundigen en kraamverzorgers een team vormen. Nu is het vaak zo dat je ook wel eens een kraamverzorgende uit Dronrijp of uit Blaricum of noem maar op in één keer in een gezin terechtkomt. Dat heb je dan niet meer. Maar je hebt echt een team. Een verloskundige helpt bij een bevalling en de kraamverzorger assisteert en helpt moeder en vader de eerste dagen met de verzorging van de pasgeboren baby. Dat de verloskundige en kraamverzorger elkaar kennen en een team zijn, moet de kwaliteit verbeteren. Wij wonen hier natuurlijk in de Noordoostpolder en we hebben ook Lemsterland. Wij hebben een gebied waar eigenlijk geen ziekenhuizen meer zijn. Dat is allemaal op afstand. Maar wat wij hier wel hebben is best wel een hoog gehalte aan thuisbevallingen. En daar heb je wel echt een goed opgeleide kraamverzorgende voor nodig. Die ons ook assisteert bij die bevalling. En ik denk dat dat beter kan. Er zijn vacatures uitgeschreven voor kraamverzorgers. En op 12 november is er een informatieavond. De organisatie moet organisch groeien. Op den duur denk ik wel misschien wel 28, 30 kraamverzorgenden. Dat zou best kunnen. De organisatie denkt ondanks het huidige tekort aan kraamverzorgers de vacatures te kunnen vervullen. Wij bieden eigenlijk een team. Dus je hebt eigenlijk weer heel dicht bij elkaar staan als team. En u denkt dat dat vanuit de kraamverzorgster ook daar behoefte aan is? Dat denk ik, dat weet ik wel zeker, ja. Woongroep Calypso in Almere Poort bestaat 5 jaar. De woongroep is voor jongeren met een verstandelijke beperking. Ze kunnen niet helemaal zelfstandig wonen en daarom is er altijd begeleiding in de buurt. Eén van hen is Jeroen. Hij is zo trots op deze club dat hij Omroep Flevoland mailde om te laten zien hoe leuk het is. En ik heb hier zo een hele mooie huis waar ik kan wonen en zelf kan doen eigenlijk. 5 jaar geleden werd het complex opgeleverd. Er moest nog flink geklust worden, maar nu is het perfect. In het huis zit alles wat Jeroen nodig heeft. Hij is dan ook apetrots op zijn plekje, helemaal zelf ingericht. Ik had een hockeywedstrijd gehad. En ik had gescoord. Ik had voor de eerste keer gescoord. En ze hadden bedacht om een foto te maken. En ze hebben meer uitgebreid gemaakt. Om mijn blijdschap. Ik had geen springen eigenlijk. Sinds kort ben ik fan van Flik Maastricht. Ik heb nu alle delen. Van 1 tot en 10. Maar voor tv kijken is geen tijd. Het is Jeroens beurt om voor de hele groep te koken. En dat begint met groenten snijden. Salade voor bij het eten. En wat zit er allemaal in de salade? Tomaten, komkommer, sla. We hebben wel nog sla erin straks. Ja, en? En even van de geitenkaas. Bolletjes. Jeroen vindt het ook super leuk om te helpen. En hij kan het ook super goed. En hij is ook heel handig met de oven.
Want ik ben er absoluut niet handig in. Ik wil graag een beetje hulp van begeleiding, maar niet helemaal. Alles wat ze zelfstandig kunnen doen, dat ze dat ook zelfstandig doen. En waar ze het nog moeten leren, daar krijgen ze hulp bij. En wat ze niet kunnen leren, dat wordt van ze overgenomen. Nu dus alweer 5 jaar. En na een uur in de keuken staat een gerecht waar Jamie Oliver nog een puntje aan kan zuigen. Ja, het is zeker goed gelukt. Heerlijk. Ja. Superlekker. Complimenten voor Jeroen. Woongroep Calypso dus, in Almere. Het blijft het gesprek van de dag, sowieso op de boerderij en op de bouwplaats. Het stikstofprobleem. Vergunningen aanvragen voor nieuwbouwprojecten liggen stil. Bouwvakkers vrezen voor hun baan. En boeren zijn boos omdat ze horen dat de veestapel moet krimpen. De metingen van die stikstof worden uitgevoerd door het RIVM. Daar zijn we met de 12 meest prangende vragen over stikstof naartoe gegaan. Om te beginnen, zijn de regels in Nederland nou strenger dan in andere Europese landen? In Nederland lopen we voorop, zowel in onze technologische ontwikkeling, maar ook in het aanlopen tegen de grenzen, zeg maar. Dus Nederland is een van de eerste landen geweest die het bij het Europese Hof ook heeft aangekaart. Van hetgene wat we nu doen, strookt dat nog met de Europese regelgeving die we hebben. Ik heb collega's in Duitsland gesproken en daar lopen ze ook tegen een enorm probleem aan. Dus de komende jaren zul je zien dat ook in het buitenland de aanscherping van de regels en het naleven van de regels die we Europees hebben afgesproken steeds strenger zal worden. Dus het idee dat er in het buitenland veel meer mogelijk is dan in Nederland is maar ten dele waar. Aan de andere kant moeten we natuurlijk wel constateren dat Duitsland een veel groter land is met veel meer ruimte. Veel grotere natuurgebieden, waardoor je eigenlijk minder snel last hebt ook van de uitstoot. Dus het is een combinatie van het feit dat we heel klein zijn, voorop lopen en ook juridisch zeg maar al heel snel bij de Europese Hof hebben aangekaart van is hetgene wat we nu doen, is dat houdbaar? En ik denk dat andere landen daar, die hebben dezelfde regels om zich aan te houden, dus die zullen ook tegen dezelfde problemen aanlopen. In Vlaanderen lopen ze ook tegen dezelfde problemen aan, zijn er ook rechtszaken geweest. Dus het is niet dat wij in Nederland het liefste jongetje van de klas willen zijn. Het is gewoon omdat we ons willen houden aan de regels die we Europees hebben afgesproken. En ik denk dat dat terecht is. Ja, deze en 11 andere vragen en antwoorden over het stikstofprobleem zijn terug te vinden bij ons op de website omroepflevoland.nl. En dit was Flevoland voor vandaag. Straks is Diana Woeijer met het weer voor de komende dagen. En voor het belangrijkste nieuws kan je ons ook vinden op de social media. Bijvoorbeeld onze korte nieuwsfilmpjes die we delen in Instagram Stories. Morgen meer nieuws. Voor nu een fijne avond en heel graag tot morgen.